Drie dagen achtereen stapten door deze poort de beste ruitercombinaties van Europa, de Europa Hall van de RAI, binnen om er rond te gaan in een van de vele springconcoursen waaraan Jumping Amsterdam zo rijk is. Zwaar was ook dit keer weer de puissance-wedstrijd, waarin onze landgenoot Anton Ebben op zijn trouwe Kairouan na drie foutloze parcoursen genoegen moest nemen met de tweede plaats, doordat hij in zijn laatste rit de finishvlag aan de verkeerde kant passeerde. Ook Amazones deinzen niet terug voor de extra hoge en brede hindernissen die een puissance-concours kenmerken. De beroemde Ier Seamus Hayes werd met Donerai ditmaal uitgeschakeld. Voor de tweede barrage, die tevens de laatste zou zijn, werd de muur verhoogd tot 1,90 meter. Een enkele viervoeter durfde toen niet meer te kijken. De Duitse Schokkemeulen kwam er overigens zonder moeite overheen. Genieten van zijn vrije tijd zag oud-hoofdcommissaris Van der Molen Schokkemeulen ook ruim over de okser komen. Toch bleef hij buiten de prijzen. Een goed parcours reed ook de Fransman Chabrol op Nacara, maar hij kwam niet verder dan een gedeelde derde plaats. De overwinning ging bij verrassing naar de Zuid-Afrikaan Grayston, die Royal Searcher zonder strafpunten over alle hindernissen voerde.